Oh, maar hoe kom ik dan weer naar beneden? Ik ga mijn moeder wel om hulp vragen. Oh, Karel, gelukkig. Oh, ik dacht dat ik nooit meer aan land zou komen. Wow, kijk uit. We gaan bijna botsen. Oh nee, het roer is kapot. Ik kan niet sturen. Het roer werkt niet meer. Dan moet je je helmstok gebruiken. Oh nee, die ligt nog te drogen. Nu zijn we helemaal stuurloos. Oh, ik kan niet meer. Oh. Er is maar één oplossing. Ik ga brandweerman Sam bellen. Problemen op zee? Nog eentje. Alle branden nog aan toe. Norbert, Diewertje en Karel drijven stuurloos in de baai. En wacht even. En commandant Staal zit vast op het dak van Voet. Oh? Oh nee. Ik vraag me af of die zijn vlieger uitprobeerde. Jenny en ik nemen Venus en Neptunus. Elvis, jij neemt Jupiter en je gaat naar Voet. Okidok, Sam. Ik zie ze al. En op af. Oh, eindelijk. Daar zijn Jenny en Sam. Ik zorg wel voor de boot van Diewertje, Jenny. Dan sleep ik de boot van Karel. Norbert, gooi dat touw over, dan leg ik je achter Karels boot. Oké, Sam. En ik bind je aan Neptunus vast, Karel. Het duurt niet lang meer of we staan aan wal. Oh, ik kan niet wachten tot ik weer op het droge sta. Geen paniek, baas. Ik heb u zo weer beneden. Ja, daar gaan we. Rustig aan maar. Is alles goed, commandant Staal? Ja, natuurlijk is alles goed. Uitstekend. Het hoort er allemaal gewoon bij, nietwaar? Het testen van deze vlieger. Wilt u dat ik dit weer naar een neefje breng, baas? Absoluut niet. Eigenlijk is hij voor mij. Niks om u voor te schamen, hoor, baas. Oh, Norbert Puk zit vast in de oude put. Norbert zit vast in de put bij het wandelpad. Zo snel als je kunt erheen, Sam. Misschien zit hij zonder eten. We kunnen het frame niet gebruiken om ons te laten zakken. Die staat nog op de oevertoren. We hebben geen tijd meer om die te pakken. Dan zul je in de put moeten abseilen, Sam. Succes, man. Hier, Norbert. Hier heb je wat vitamine. Oh, dank je, mam. We zijn er bijna. Daar is Sam. Hij is er. Haal hem eruit, Sam. Oh, alsjeblieft. Natuurlijk doen we dat, Diewertje. Oké, Jenny. Maak het touw vast aan die paal daar. Ik kijk bij Norbert. Oké, Norbert. Ik kom abseilen de put in om je te halen. Okidoki, Sam. Doe je wel voorzichtig, Sam. Oh, wat is hij toch dapper. Oh, nou heb ik al het geld laten vallen. Laat dat maar zitten, Norbert. Wat deed jij daar in die put, Norbert? Het spijt me, mam. Ik kon niet wachten tot mijn verjaardag voor een nieuw skateboard. En toen ik hoorde dat de put vol met centen lag, dacht ik, dan koop ik daar een nieuwe van. Oh, wat ben jij toch een ongeduldige jongen, Norbert Puk. Ik weet het.
sorry. Maar mam, ik was ook zo gek op mijn skateboard. En daarom kocht ik dit. Wow, dankjewel Klaas. Maar op twee voorwaarden. Niet spelen in de put. En niet skaten in de winkel van je moeder. Dat is goed. Ik beloof het. Hé, doe nou. Wat heb je nou precies gewenst, Klaas Kozijn? Ik wenste dat je broodjes kaas had gemaakt voor de picknick. Ik hou niet zo van leverkaas. Oh. Je kunt het, Elvis. Doe het maar. Ik hang je maar wat rond met daar beneden de grond. Met mijn helm goed op, val ik zo op mijn kop. Ja! Ja! Uitstekend gedaan, Elvis. Als alles maar goed gaat met Mark, we moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed, zit hij hierachter? Oké, Mark, ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam. Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam! Ah, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Flip, flop, ik voel me weer top. Flop, flip en ik voel me tip. Flip. Flap, zing ik hier voor de grap. We doen de flip-flap en de flip-flap-flop. Hoera! Hoera! Goed zo, jongens! Goed zo, mannen. Ik ben benieuwd hoeveel Mandy gevangen heeft. Behalve haar walvis. Een zeester, een krab. Is dat alles? Ah, een haai! Daar is Sam. Snel, Sam. Help de walvis. Vooruit, Jenny. Ga er snel naartoe. Ga maar voor, Mandy. Oh, ik hoop dat alles nog goed is met hem. Weet je zeker dat het geen haai is? Ja, het is een walvis. En dat zijn lieve dieren, Norbert. Sam. Hoe gaan we de walvis terug de zee in krijgen? Het is namelijk nog lang geen vloed. Oh, ik weet het. We rollen hem de zee in. Veel te zwaar, Norbert. En dat kan pijn doen, rare. Het gaat toch wel goed komen? Of niet, Sam? Heb ik je ooit teleurgesteld, Mandy? Nee. Wij hebben Neptunus hier nodig, Jenny. Oké, Sam. Hallo, Tom. Oké, doe nu
alsof je een groot vuur blust. Ik bedoel een gigantisch vuur. Zoiets? Kunt u er misschien iets meer ons in leggen? Ga uit, vuur! Ga uit! Prachtig! Misschien nu iets met de bijl. En een foto bij de paal, is dat iets? ja, dat is geweldig. Fantastisch idee. Kom eraan. Het is goed. Je bent zo weer terug waar je thuis hoort. We gaan beginnen, Mandy. Koppel het harnas. Doeg hoor, kleine walvis. Dank je, Tom. We beginnen met het opruimen van de kisten, Tom. Kijk jij of er nog meer zijn? Geen probleem, Sam. Doe ik. 1, 2, 3, hup! Tom voor Sam. Daar drijven nog een paar kisten ten zuiden van jullie. Bedankt, Tom. Hoe is de situatie op het strand? Is prima. Elvis en Karel hebben alles onder controle. Hier zijn we daarnet ook al geweest. Klaas zei dat hij zijn neus volgde. Maar volgens mij weet zijn neus de weg niet. Nee, toch? Wat moeten we nu doen? Eerst, Jaap, gaan wij eens even lekker lunchen. Hoera! Ik wist wel dat dat jullie blij zou maken. Goed dan. Wie heeft de lunch bij zich? Ik dacht dat u die had. Ik? Nee. Zouden jullie toch voor zorgen? Nee, dit is het ergste dagje uit van mijn leven. Hé. Niet meteen zo somber, jongens. We hebben toch plezier, hè? Ja, maar we hebben nu geen lunch. Ach, vergeet die lunch. Ik weet wel wat jullie opvrolijkt. Hij denkt wel aan zijn ukulele, maar hij vergeet het eten mee te nemen. De piekenbollen pioniers zijn wij. Geen eten bij ons, zelfs geen balkenbrei. Maar zet nu al je zorgen maar opzij. Kom op allemaal, wees blij jongens. Want de piekenbollen pioniers zijn wij. Mooi. Dit is denk ik alles. Goed gedaan allemaal. Jullie hebben echt heel hard gewerkt. Thee, fijn. Zijn er ook koekjes? Kom op, pioniers. We zijn dan wel de kaart kwijt en we zijn de lunch vergeten. Jij hebt de lunch vergeten. Maar we hebben toch wel plezier. Goed, ik zal jullie laten zien dat ik het beste voor het laatst heb bewaard. Tada! Wow! Een kabelbaan! Nou, ik zei toch dat het leuk zou worden. Sam heeft het speciaal voor jullie in elkaar gezet. Ik ga als eerste. Nee, ik wil als eerste. Klaas, mag ik eerst? Eigenlijk, als Sam hier was geweest, zou hij het ons eerst hebben laten zien. Denk je? Zeker weten. Een goede pioniersleider gaat altijd als eerste. Je bent toch niet bang, Klaas? Want als je dat wel bent, kan ik wel als eerste gaan. Kan ik de leider zijn? Nee, Norbert. Ik ga. Hallo, brandweercommandant Staal. Help mijn jongen nou toch. Denkt u dat u hem kunt bevrijden? Achteruit allemaal en geef hem wat ruimte graag. Dit doet mij denken aan een jongen die met zijn hoofd vast zat in het duinhek. Maar hij zat weer vast op deze manier. Zo. Nee, help me. Nee, ik zit vast. Ja, trek me eruit. Nee, niet daar.
Het zijn zijn oren, zie je? Ze zijn groter dan die van mij. Oh, dit is belachelijk. Waar blijft de echte hulp? Het is een nare dag. Sinds de zon voor me scheen, viel ik eerst in bad, toen over de kat. Toen brok ik mijn been. Wat? Brandweercommandant Staal zit ook met zijn hoofd vast in een hek. Maar Sam en Jenny zijn nog niet terug. Ik ben de enige hier. Ik kan helemaal niks doen. Ofwel, iemand is in nood. Ik moet toch iets kunnen doen. Tuta, 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 tuta. Hé, hey, dat zal je hem hebben. Dat is Elvis. Crispijn. Meld me voor dienst. Klaar en beschikbaar. Oh, grutjes. Geen probleem. Ik heb je er zo uit. Klaas, pak de pneumatische pomp. Hij ligt achter in Venus. Oké, Elvis. Vrouwen en kinderen eerst, hè? Oh, mijn kleine engel. Je bent weer veilig. Kun je me dan nu bevrijden van mijn moeder? Oh, nou, ja, dat heb je prima gedaan. Uitstekend. Laten we dit wel onder ons houden, hè, Crispijn? Okido, brandweercommandant Staal. Alles in orde? Oh ja, alles is prima. Dankzij Elvis. Hij is een held, Sam. Wat een fantastische brandweerman. Brandweerman Crispijn is altijd klaar en beschikbaar, Sam. Zelfs met een gebroken been. Kijk, je staat in mijn kruidenkrantje. Je wordt beroemd, Elvis. Oh nee, het is alleen maar de... Mag ik je handtekening? Misschien wordt hij ooit nog eens wat waard. En ik wil een foto van mij en onze zingende superster. Oh, ja. En vergeet ons niet, hè, als je rijk en beroemd bent. Het is maar een kleine show, hoor. Onzin, Elvis. Dit wordt jouw doorbraak. Oké, we gaan nu snel op weg, Norbert. Kom op. Dag, mam. Veel plezier. Ik, een superster. Nee. Ik wil deze wagen zo zien glimmen dat ik mijn eten erin kan zien. Ik bedoel, mijn gezicht erin kan zien. Ik zou zeggen, blijf poetsen. Crispijn, je bent te laat. Sorry, baas. Ik ben even de stad ingegaan naar de kapper. Voor mijn televisieoptreden vanavond. Ja. Zet er nu maar snel je helm op en ga aan het werk, hè? Kapper, rare jongen. Gaan we nu onze broodjes opeten? Ik heb echt een ontzettende honger. Nog niet. Eerst wil ik een foto hebben gemaakt van een rood gekuifde vlierenfluiter. Een wat? De gekuifde vlierenfluiter. Ik hoop er al jaren in te zien. Mooi. Wil je een lekker plakje cake dan? Oh, later. Kom in. Nou... Volgens mij krijgen we een rustige middag. Ik hoop dat we geen brand krijgen. Van rook gaat mijn zangstem zo kraken. La 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 la. La 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 la. Crispijn, ophouden met dat gekrijs en ga aan je werk. Sorry, baas. Kunnen we dan nu gaan lunchen? Nee, Norbert. Ik heb de rood gekuifde vlierenfluiter nog niet gezien. Oh, volgens mij zag ik daar zo'n vlierenfluiter-frubbelding. De roodgekruisde vlierenfluiter, waar? Daar, achter die boom. Oh, schitterend. Wacht hier, daar ga ik even kijken. Goed, waar zal ik mee beginnen? Ik heb niks gezien. Je hebt je vast vergist. Kom op. Oh, nee. Baas, zit er een plekje op het puntje van mijn neus? Nee, dat is absoluut... Crispijn,
Hou je hoofd bij je werk en niet bij je neus. Werk? Wie weet, misschien ben ik niet zo lang meer brandweerman. Huh? Niet zo lang meer brandweerman? Klaas zei dat ik een grote ster kan worden. Ja, maar vergeet niet, zolang jij werkt ben je op de eerste plaats brandweerman. Kalm, Klaas. Je hebt geen hoogtevrees. Je kunt het best, hoor. Stel ze nou niet teleur. Eerst de veiligheidsriem. Oké, daar ga ik. 1, 2, 3. Ja! Oh! Oh! Help! Help! Ik zit vast! Help mij! Dit is allemaal jouw schuld, Norbert Buck! Ik ren wel naar de bergreddingspost. Ik ga Tom halen. Hij moet brandweerman Sam bellen. Hou je vast, Klaas. Ik ga hulp halen. Tom! Tom! Oh, nee. Ik moet proberen hulp te zoeken. Hallo? Hallo? Brandweerman Sam! Brandweerman Sam! Wie is daar? Norbert Buck. Norbert Buck? Wat voer je nou weer uit? Klaas is in nood. Bij de bergreddingspost. Wat? Is Klaas in nood? Oké, we zijn onderweg. Ik hou het niet zo lang meer vol. Brandweerman Sam is onderweg. Oké, Klaas. Laat maar los, dan vangen wij je op. Ja! Ja! Dat was gaaf, zeg. Is alles goed, Klaas? Ik geloof het wel. Wauw, een driedubbele saldo. Hoe gaaf is dat? Was Klaas niet geweldig? Wat vind jij, Norbert? Het spijt me dat ik je niet vertrouwde, hoor, Klaas. Ik wou zo graag de leider zijn. Op een dag zul je dat ook zijn, Norbert. Weet je, volgens mij ben jij onze beste leider ooit. Op Sam na dan. Zoiets kun je over jezelf toch niet zeggen. Oh, jullie zijn je lunch vergeten. Ja! En, hebben jullie het leuk gehad? Klaas was heel erg dapper, mam. Je had hem moeten zien daar boven aan de kabelbaan. Oh, jammer dat ik alles heb gemist. Doe het nog eens, Klaas. Ik zie je zo graag in actie. Brenda! Ben jij dat? Help! Help me! Ik zit vast in de kelder met Tijger en het water blijft stijgen. Tijger? Ik ga meteen brandweerman Sam bellen. Tijger zit vast in een ondergelopen kelder. En Mark zit daar ook. Goed dan, haal mij hieruit, dan gaan we ze redden. De deur zit helemaal vast. Jenny heeft gelijk, ik krijg hem ook niet open. Ik probeer het wel met de bijl. Nee. Laat mij maar hier. Red eerst Mark. Het publiek komt altijd eerst. Hè? Als u het zegt, commandant. Vooruit, dan gaan we. Succes! Als alles maar goed gaat met Mark, we moeten samen nog een duet zingen. Maak je niet druk, Elvis. Er is vast niks met hem aan de hand. Kom maar mee. Goed, zit hij hierachter? Oké, Mark, ga zo ver mogelijk achteruit. Ik sla de deur in met mijn bijl. Ga je gang, Sam. Tijger, spring hierin. Dan blijf je droog. Ga je het water niet afsluiten? Of eerst de pomp halen? Eén ding tegelijk. We moeten eerst weten of Mark wel veilig is. Mark, ben je ver genoeg weg van de deur? Ik denk het wel, Sam.
Pak mijn hand, Mark. Bravo, Sam. Ah, tijger is gered. Je bleef heel rustig. En je deed één ding tegelijk. Oh, ik wou dat ik dat gedaan had. Dan had ik nou niet zo'n troep gemaakt. Geef niet. Je bent weer veilig. Ja, dank je, brandweerman Sam. Kom op, Mark. Laten we ons duet gaan zingen. Wacht eens even, Elvis. Eén ding tegelijk, weet je nog? Ja, ik ga de hoofdkraan afsluiten. Elvis, ga mee de pomp halen om al het water weg te pompen. En ik moet nog een dametje in nood uit de kast halen. Daarna kunnen we allemaal naar de kade om naar Elvis en Mark te luisteren. Wie wil mijn garnalen proeven? Ze zijn gaar en klaar om op te eten. Oh, dat is snel, Tom. Oh ja. Erg lekker. De worstjes zijn klaar. Wauw. Dit is een gasfles, mannen. Sommige barbecues gebruiken gas in plaats van houtskool om hun heerlijke worstjes op te bereiden. Moet je gasflessen niet uit de buurt van vuur houden? Dat klopt, Sam. Als ze te heet worden, dan kunnen ze ontploffen. Is het nou ondertussen al tijd voor de barbecue? En? Wie is de barbecue-kampioen van Piekepolder? Oh, het is zo moeilijk om te kiezen. Ik heb nog steeds honger. Zal ik nog meer eten, zodat ik zeker weet wat het allerlekkerste is? Wij lusten ook wel wat. We hebben reuze honger. Geen probleem, hoor. Mijn garnalen zijn veel sneller klaar dan die worstjes van Klaas. Dat zullen we nog wel eens zien. Het gras wat hoger en het gaat nog sneller. Hey, dat is slim, zeg. Ik kan ook slim zijn. Ik hoef er alleen maar wat houtskool bij te gooien en dan gaat het bij mij ook sneller. Geen probleem, hoor. Ik zet hem gewoon op zijn hoogst. Ik gooi gewoon alle houtskool er in één keer op. En moet je dan eens kijken. Ik zal jou laten zien wie de barbecue-kampioen van Piekepolder is. Klaas, ik geloof dat het iets te veel was. Huh? Achteruit, Norbert! Ik ga brandweerman Sam bellen. Oh, door de barbecue van Klaas Kozijn heeft een boom vlam gevat. Er is een barbecuebrand op de picknickplaats. Ik hoop dat jullie vanmorgen allemaal goed hebben opgelet. Nou, Elvis, ik denk dat je je worstjes eerder krijgt dan je dacht. Ik hoop dat er nog wat over is. Jenny, ik denk dat we hier twee slangen voor nodig hebben. Oké, Sam. Oké, Elvis. Draai de kraan open. Sam, kijk, er staat een gasfles onder en die zou wel eens kunnen ontploffen. Goed gezien, Elvis. Hou iedereen op veilige afstand, dan gaan wij nu blussen. Komt in orde, Sam. Mensen, achteruit allemaal. Jenny, hou het water op de gasfles om hem koel te houden, terwijl ik de rest van het vuur blus. Is goed, Sam. Dat lukt wel. Hij weet niet dat ik verdwaald ben. Norbert? Zit jij me te plagen? Oh, daar is Sam! Sam, hier! We kunnen naar huis! Ik heb honger. Is iedereen in orde? Oh, Sam! Ik zat toch zo in mijn piepzak? Oké. We zetten je terug op de weg. Waar is Klaas? Hij ging hulp zoeken. Het is zo'n hel. Heeft hij de bus verlaten? Ik zal hem wel even bellen. Geen bereik. Klaas kan wel overal zijn. Elvis,
Maak jij de sleepkabel vast aan de bus, dan bel ik Tom. Okido, Sam. Tom, hier Sam. Klaas Kozijn is nog buiten. We hebben je nodig om hem te vinden. Geen probleem, Sam. Maar ik moet wel iemand hier bij me hebben. Ik help je graag, Tom. Oké, Sam. We zijn er klaar voor. Maar nu nog de chauffeur. Ik heb een hond. Een hele grote, hoor. Woef, woef. Oh, tijger. Wat doe jij nou helemaal hier? Daar. Daar beneden. Hij zit vast in het moeras. Goed gezien. Ik denk dat je moet neerlaten met het dubbele harnas, Sam. Ik ben er klaar voor, Tom. Alles goed, Klaas? Ja, tijger hielp me geteld, grap. Ik had beter moeten luisteren en bij de bus moeten blijven. Nou, jullie zijn in ieder geval ongedeerd. En ik denk dat we het wilde beest van Piekepolder ook hebben gevangen, hè, Norbert? En nu naar huis. Klaas, waarom kom je niet bij mij en Norbert eten? Dat klinkt goed, Diewertje. Mam, ik heb het wilde beest gezien. Echt waar? Oh, Norbert! Oeh, een noodfakkel vanaf de rotswand. Tom heeft een noodfakkel gezien, Sam. Iemand zit in nood bij de rotswand. Tom gaat er naartoe met de helikopter. Gelukkig zeg, daar is Tom al. Daar is brandweerman Sam. Het is jullie. Ze zit vast op de rots. Je moet haar helpen. Rustig maar, Mandy. Het komt goed. Tom, laat het harnas zakken. In orde, Sam. Komt er al aan. Let maar op. Oké, Tom. Nu omhoog. Rustig. Hoera! Nee! Goed gedaan, Sam. Wat een geluk dat jij deze fakkel hebt gevonden, Mandy. En goed dat je hem niet hebt afgestoken. Gefeliciteerd, Mandy. Je bent een held. Oh, nou, ik heb direct tegen haar gezegd dat ze hem niet moest afsteken. Echt waar. Ik zeg maar zo, het is tenslotte geen vuurwerk. Wat ik nog steeds niet snap, is hoe die fakkel hier nou is verdwenen. Het is een compleet raadsel, vind je niet? Dat is het antwoord op jouw raadsel, Tom. Snuffy houdt echt van slepen. De composthoop staat in brand bij voet. We zijn maar met z'n tweeën, Sam. De anderen zijn naar de bloemen- en groenteshow. Daar gaan wij ook naartoe.
Achteruit allemaal, wacht op de echte hulp. Sam en Jenny zijn onderweg. Daar heb je ze al. Ontzettend bedankt, Sam en Jenny. Ik wist niet dat de composthoop zo gevaarlijk kon zijn. Daarom heb ik Mark geadviseerd om hem om te scheppen en te laten afkoelen. Mark? Ja, dat klopt. Mandy zei het de hele tijd, maar ik wou niet luisteren. Ik was dus een beetje eigenwijs of zo. Maar hoe kon dat vuur nou uit zichzelf ontstaan? Toen Mark de pompoen plukte, bleef er een gat achter. De compost was al erg heet en toen de lucht in het gat kwam, ontstond het vuur. Het spijt me allemaal. Ik wilde zo graag dat het een groot succes werd en nu heb ik alles kapot gemaakt. Dat heb je niet hoor, pap. Ach, lievertje. Dus alle bloemen en planten zijn nog steeds intact, of niet? Oh ja, baas. Behalve mevrouwtje Tomaatje. Mooi. Dan gaan we het beoordelen. De winnaar is... de waterkers, gekweekt door Jaap en Sarah. Ja! Maar er is meer. Er is een extra prijs voor de grappigste inzending. De opplaktomatenplant in de brandweeremmer. Oh, nee. En wie heeft die prijs dan gewonnen? U ben ik bang, baas. Het spijt me heel erg, maar ik had een soort van een ongelukje. Een wat? Oh, krispijn. Dat klinkt als een rookalarm. En dat klonk als een bus die ontploft is. Oh, mijn winkel. Ik ga de brandweer bellen. Diewertje, stop. Je mag nooit een brandend gebouw binnengaan. Rustig, Sam. Ik ga naar huis en ik bel van daarop. Het is sneller als ik naar de kazerne ren en hulp haal. Rennen, Sam. Hallo, brandweerman Sam. Ik wilde net... Oh. Sorry, Jaap. Noodgeval. Ik breng hem straks wel weer terug. Wauw. Oh, ik snap er niks van. Ik dacht dat wij het vandaag heel erg druk zouden krijgen. Nou ja, zeg. Dat is geen gepast tijdverdrijf voor een brandweerman op zijn vrije dag. Geen tijd om iets uit te leggen, commandant. Er is brand in de supermarkt van Diewertje. Brand? Ah, werk aan de winkel. Eindelijk. Ik heb nog geen opdracht gegeven. Oh, dit wil ik wel eens uitproberen. Oh, gelukkig, daar ben je weer, Sam. Wauw, kijk toch eens, wat een rook. Het ruikt of er wat schoeit. Elvis, schakel de stroom uit. Oké, Sam. Toch jammer dat niet alle branden zo lekker ruiken, hè, Jenny? En, heb je al je klusjes gedaan, Sam? Nee, nog niet. Maar ik heb Mark van het dak gered, een rijdende bus gestopt, Norbert uit het cement gehaald, met de skateboard helemaal naar de kazerne geskate om alarm te slaan en ik heb een brand geblust. Oh, dus daarom hadden we hier vandaag helemaal niks te doen. Ja, Sam heeft alles opgeknapt. Ach, je weet wat ze zeggen. Een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Oh, Sam, we hebben het er even over gehad. Omdat jij op jouw vrijdag ons geholpen hebt, willen we jou nu helpen. Ik schilder je voordeur, Sam, met alle plezier. En ik doe al het strijkwerk. En Norbert hier gaat de tuin schoffelen de komende 3 maanden. Oh, mam. Dat is geweldig. Dank jullie wel. Brandweerman Sam, krijg ik nu mijn skateboard weer terug? Je skateboard.
was ik door alle opwinding vergeten. Weet je, ik ren terug naar de kazerne. Help me! Ik kan niet stoppen! Zoals ik al zei, een goede brandweerman heeft nooit een vrije dag. Rustig, commandant. Ik kom u redden. Ja. Radar is alleen teruggekomen bij Nelly Voet. Nelly denkt dat er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Radar kennende is dit vast ernstig. Zeg tegen Nelly dat ze radar daar houdt. We zijn er zo. Wow, dat ging net goed. Zouden die schapen misschien met het ongeval te maken hebben? Weet je ook waar Mandy en Norbert naartoe gingen, Nelly? Mandy had het over de wei. We moeten radar volgen. Ik neem de ambulance voor als er iemand gewond is. Dus van Mark. Goed gedaan, Radar. Goed gedaan. Mark, is alles goed? Oh, alles is goed, Nelly. Ik kan er alleen niet uit. Wist jij al dat die deur klemt? Oh, Mark. Oké, allemaal ruim afstand houden. Jenny, ga met de brandslang bij de bus staan voor het geval hij in brand mocht vliegen. We moeten je losknippen, Mark. Jenny, pak de superkriptang. Wat is er gebeurd? Ik denk dat het iets met die loslopende schapen te maken heeft. Ja, ik heb geprobeerd om ze hun hok in te drijven. Met radar zeker. Ik zei toch, het is geen schaapshond. Weet ik. Kom, Mark. Geef me je hand. Oh, dank je, Sam. Jongen. Ik heb er toch zo'n spijt van. Ik wil de kazerne. En vertel ze over de schapen. En? Goed nieuws. Mark Voet had een ongeval, maar hij is gered. Goed gedaan, Van Radar, hè? Wat een held. Sam zei ook nog iets over loslopende schapen. Zeg, baas, mijn hik, het is over. Mark zei al dat schikken zou helpen. Oh, nee. Oh, ik ben het spook van Pinkepolder. Dat is niet eerlijk. Mandy heeft me natuurlijk weer verraden. Ik heb gewonnen. Jouw moeder schrok van mij, maar van jou is niemand geschrokken. Halloween is nog niet voorbij, hoor. Tijd voor de pompoenkaars. Oh, wat mooi. Oh, dat is pas griezelig. Ja, veel griezeliger dan jij, Norbert. Bleh. Volgens mij gaat papa het kampvuur aansteken. Hoera! Het moet dus nog meer op een spook lijken. Perfect! Wanneer komen alle anderen? Ik heb zo'n honger. Die komen zo, hoor. Weet je, waarom vertelt Norbert niet ondertussen zijn spookverhaal? Oké, maar het is geen verhaal. Het is echt, echt gebeurd. Ja, Norbert. Begin nu maar te vertellen. Het was een diepe, zwarte nacht. Halloween.
Het spook van Piekepolder doolde door de lege straten met een rammelende ketting en jankte. Het lijkt meer op een hondje dan op een spook. Het spook in wit gekleed ging de heuvel op naar het huis waar hij vroeger woonde. Dit huis. Hij liep dwars door de muur de kamer binnen. En toen ging hij naar het raam en zette zijn hoofd af. Nee, nee, nee. En hij staat je daar nu aan te kijken. Doe dan. Draai je maar om als je durft en kijk dan. Oké. Oh. Oh nee, er is brand. Bel brandweerman Sam. Oh, er is brand bij Mark Voet thuis. Er is brand bij Mark Voet thuis. Ga er snel naartoe. Heeft het te maken met het kampvuur, commandant? Ik denk het wel. Ik vrees dat het te hard ging. We zouden er na het werk toch naartoe gaan, hè, baas? Ja, dus dan kan ik net zo goed meegaan, is niet? Een ongeluk op zee? Oh, de familie Jansen. En het is de familie Jansen weer. Ze zitten vast op de boot van Karel. Aan de slag, Jenny. Ik denk dat je hier niet fit genoeg voor bent, hoor, Jenny. Zal ik in plaats van haar gaan, baas? Sorry, Crispijn, maar Jenny is hier de expert. Ze moet met Neptunus gaan. Luister, alleen nog dit ene doodgeval en dan ga ik naar huis. Oké. Het is nog nooit zo druk geweest. Ik moet er naartoe, Radar. Ik kan niet langer van mijn werk wegblijven. Je kunt het, Jenny. Je kunt het. Je kunt het. Het wordt niks. Ik breng iedereen in gevaar. Het spijt me, baas. Maar ik ben te ziek voor deze redding. U moet Sam ophalen. Oké, Jenny. Blijf waar je bent. Er is hulp onderweg. Elvis, zeg tegen Tom dat hij de helikopter naar de kade brengt. Ik zorg dat Sam daar ook is. Doe ik, baas. Sam? Ja, kom maar dan. Ah! Oh! Nou, zeg, dat was snel. Brandweerman Sam meldt zich, commandant. Wat is het noodgeval? Waarom ligt Neptunus stil? Er is iets mis. Wat is er, Jenny? Ben je gewond? Nee, maar ik denk wel dat ik koorts heb. Eerst moet je hier weg. Excuses voor de vertraging. Jenny is ziek geworden. Is het ernstig? Maak je maar niet ongerust. Nou... Laten we nu de schroef vrijmaken, dan sleep ik je weer terug naar de wal. Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.